Nee, even Sophie Hermans. We hebben haar van de week besproken. Toen zei ze, ik ben Sophie Hermans. Sophie Hermans, ja. We moeten natuurlijk wel, vind ik echt, dat meen ik echt. Dat meen ik wel wat ik zeg. Wel een beetje oppassen op Sophie Hermans. Want je gaat niet zo... Je breekt niet zo door deze opmerking. Of een tassendrager. Nee, daar breek je van niet van. Van Mark Rutte. Nee. Dus waarschijnlijk loopt zij op de tenen. Ja, maar dat zie je ook, want ze loopt dus hypergevoelig. Hypergevoelig, ja. Ze loopt op de tenen. Op het eigen congres zag je het toch ook? Dat was heel geforceerd. Maar daarom, kijk, ik bedoel, er is geen vrouw die om zo'n opmerking gaat huilen. Nou, laat even gaan kijken wat er gebeurde met Wilders. Dat gebeurt normaal niet. Nee. Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent-tassendrager van de heer Rutte te blijven. Mevrouw Hermans. Voorzitter, precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En ik ga er eigenlijk verder ook niet meer op in. Ik sta hier. Ik merk echt dat het me raakt. Ik wil hier heel graag op reageren. Ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD. Met de allerbeste intenties om de goede dingen voor Nederland te doen. En ik... Dat is wie ik ben. Dat doe ik met een open blik en een open vizier. En ja, dan kunnen we van mening verschillen, meneer Klaver. Mevrouw Kuiken, mevrouw Marijnissen. Ook met u, meneer Wilders. Ik vind het prima om op de inhoud dat debat te voeren. Maar alsjeblieft op de inhoud en niet op de persoon. Ja, toen kletste hij nu gewoon nog een keer uit. Ja. Ja. Hij denkt, ja, maar het is als hij komt zo leuk aan, dan doe ik het nog een keer. Maar het is de fractievoorzitter van de grootste partij van Nederland. Ja, dat weet ik, maar dat meisje ze moet leren. Kijk, het is niet echt fatsoenlijk wat Wilders doet. Nee, maar hij heeft zoveel ergere dingen gezegd. Jawel, maar je moet daar tegen kunnen. Je moet, als je daar gaat staan, zeker als fractievoorzitter, dan moet je toch een beetje een plaat voor je kop hebben. En dan moet je een beetje mum zijn voor dit soort dingen. En ja, zij is echt aangedaan erdoor. Ze is van de kaart even. Ja, dat is maar niet goed. Ik denk door, inderdaad, er moet iets meer gebeurd moet meer zijn. Die zit niet lekker in de vel nee, vandaag. Nee, doe er niet. Die lopen te tenen. Nou ja, en wat ik net al zei, ik heb haar nog nooit echt Sanang gevoeld bij wat ze deed. Tenminste, praten in de kamer. Nooit gevoel ze speelt van, een rol. Ja, helemaal niet het gevoel van, nou, ze heeft er lol in. Dat maar ook misschien in interviews best niet. Ik heb er een keer bij BNR gehad. En toen zei ik na 5 minuten, je praat om, je zegt helemaal niets. En raakt helemaal van slag. En vlek in de nek enzovoort. Maar dan en... moet je afvragen of deze positie misschien wel datgene is wat je moet doen. Ja. Of je daar dus is, in je kracht komt. Te vroeg naar voren geschoven, denk ik. Dat meisje zal best talenten hebben. Ze heeft voor haar leeftijd al heel veel ervaring. Omdat ze inderdaad de tassendrager van Rutte was. Ja, waar niks mis mee is. Nee, er is niks mis mee. Dat heel veel politici hebben dat gedaan in het aanbod. Loop je naar de carrière. Tassen dragen van Jette? Rutte. Daar is wel het enige. Nee, maar die heeft een rugzak. Oké. Klein rugzakje.